De Stips in Nijmegen zijn jarig. Het info- en adviespunt bestaat alweer 10 jaar en dat betekent tijd voor een feestje. In sporthal De Boog werd dit jubileum vandaag gevierd met verschillende vrijwilligers, vaste krachten en gemeentewerkers. De Stips, een vaste waarde in de Nijmeegse wijken. Door de gehele stad staan ze verspreid om inwoners te helpen met vragen over van alles en nog wat. En dat doen ze al 10 jaar. Het is een gebouw waar we in zitten, vooral bemensd door vrijwilligers. En ze proberen vooral te helpen bij mensen die of hele kleine vragen hebben. Bijvoorbeeld, ik heb een busabonnement of iets dergelijks nodig, kunt u mij daarbij helpen? Of voor veel grotere vragen die wat meer gaan over moeilijke en ingewikkelde brieven die je ontvangt van allerlei instanties. Om ook daarbij te helpen en vooral om problemen die er zouden kunnen gaan ontstaan, die veel erger zijn, om die heel klein te houden. Deze Stips worden ook vaak bemand door vrijwilligers en die zijn hard nodig om deze punten allemaal open te houden. Iris Martina is een van die vrijwilligers. Zij vertelt dat het werk ook een stukje voldoening is. Je mensen krijgt die eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En dat ze dan naar huis gaan en dat ze weer zicht hebben op morgen. Dat vind ik mooi, dat ze weer hoop hebben en het weer zien zitten. Ja. Nu bestaat de Stip dus 10 jaar. Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, zullen ze ook nog niet snel verdwijnen. Nou, ik denk dat we deze voorziening heel lang zo willen houden, hè, dat de Stips een echte basisvoorziening zijn. Dus ik denk dat we op dezelfde manier verder gaan en dat bewoners elkaar in de wijk blijven helpen.